gaan bingo spelen met de top 2000. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe beeld- en geluidvlog. Ik ben Bonnie van het YouTube kanaal Bon Color. En ik ga vandaag voor jullie vloggen bij beeld en geluid. Er is namelijk superveel te doen in de kerstvakantie. Waaronder de top 2000, het café waar ik straks ook heen ga. En nog veel meer dingen. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. Ik ben bij beeld en geluid aangekomen. Ik heb even een backstage keycord en een VIP sticker voor het top 2000 café. Ik ben daar echt nog nooit geweest. Ik weet totaal niet wat ik moet verwachten. Ik hou wel van muziek, maar niet zoals alle muziekliefhebbers hier. Dus ik ben echt heel benieuwd. Dit zijn Ilse en Anna. En zoals jullie zien sta ik hier zo in de rij. Maar jullie zijn al geweest. Ja. Hoe was het? Het was heel leuk. Superleuk. Ja, het is heel gezellig daar binnen en ja, het is gewoon een hele gezellige sfeer. Oké, wat moet ik verwachten? Nou, de DJ's zitten wel achter een glazen ruit, maar je kunt, heel gezellig. Ja, je kunt het wel goed zien en het is een discobol en heel veel leuke sfeerlichten. Gaan jullie nog iets anders doen? Ja, we gaan straks nog het museum in en we gaan daarna nog een tour doen over het Mediapark, dus het wordt gewoon een leuke dag. Superleuke media dan. Ja. Nou, heel veel plezier nog. Ik moet gaan lopen. Ja, veel plezier. Nou, volgens mij gaat de rij lopen en mag ik naar binnen. Dit is Isabel. En Isabel en ik gaan zo tegelijk naar binnen. Ja, dat klopt. Ben je daar al eerder in geweest? Nee, dit is echt. Ja, wel. Ja? Wat verwacht je ervan? Ja, leuke muziek. Maar luister je wel eens naar de top 2000? Ja, mijn ouders. Dan luister ik wel eens mee. Oké, we gaan naar binnen. Ja, dat vind ik ook. Wat deed je moeder nou? Ja, die ging met Nicolette Kluivert op de foto. En jij niet? Nee, ik niet hoor. Nou, we horen nu dit nummer van Ilse de Lange. En hier kan ik zien wat er zo meteen komt. En eigenlijk ben ik nog wel verbaasd, want ik ken gewoon ongeveer alles. Niet dat ik het zou kunnen meezingen, behalve Amy Winehouse. Maar ja, wel wat leuk om te zien. Dat je altijd meer kent dan je denkt. Superleuk vind om te zien is dat er een poster van mijn favoriete band, Arctic Monkeys, hangt. Nou, Isabel en ik staan weer buiten. Ja. Jullie gaan weer weg, hè? Ja, helaas wel. Hoe was het? Dat was zo leuk. Ik zou het echt aanraden om een keertje naartoe te gaan. Ik ben ook echt 10 seconden lang in op tv geweest. Echt zo letterlijk in beeld. Ja, want jij kreeg allemaal appjes binnen. Ja, dat kan wel op tv als. Ik had zo, oh, cool. En vond je dat leuk? Ja, in het begin dacht ik van, oh nee, ik kom op tv, maar ja. Nou, ik loop er weer uit. En dan is het nu even tijd voor iets ouds. En dit is de Kids Radio Workshop. En ik ben wel heel erg benieuwd wat hier gebeurt. Want ik zie hier een tafel met 4 kinderen eraan. Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, eigenlijk dingen leren over de radio, hoe dat werkt. Hebben jullie ook al iets opgenomen? Nee, we hebben nog. Ja, we hebben een beetje elkaar namen opgedaan. En hoe we allemaal heten. En een beetje
klein vragenquizje. Dus dat jullie een beetje aan elkaar dingen gingen vragen? Ja. Nou, ik heb ook even een koptelefoon opgekregen. Dus dan kan ik jullie uitzending horen. Ja. Leuk, ben benieuwd. En ik vond het echt, als ik het in één woord moest omschrijven, want ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten, heel gezellig. Oh, dat zijn twee woorden. Maar gezellig. Het was gewoon super gezellig. De sfeer was leuk. Er was zoveel te doen. En dit was ook gelijk het eind van de muziekmaand van Let's YouTube. En het nieuwe thema is vanaf 2 januari beauty. En daar zijn allemaal hele toffe events mee met Yvonne en Shiling en Manon en Bibi. Dus check even de info hieronder als je misschien langs wil komen. En het gezicht van de beautymaand is Masha. En in mijn volgende beeld- en geluidvlog ga ik met Masha filmen. Dus abonneer je zeker even om dat niet te missen. Als je nou een kaartje wil winnen voor beeld en geluid, laat dan even een reactie hieronder achter en like de video. Dan stuur ik je even een berichtje als je hebt gewonnen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer!